We gaan even een stapje meisje naar Hage Velbom. Ik en Vaneer wonen in scootje wereld, maar daar hebben we het nog even net over. Daar ben ik bekend van, vooral East Club Leeds begin. En ik zit wel eens in mensen die Jenne Wout en ken. Ik zit van Jenne Wout, hoe het mooiste werd dat de hele hier beneden nul weer. En dat de East leidt. Ik zeg, want er binnen mensen al hetzelfde gestemd. Want zeg al wat boven nul is, dan haast Wolders, dan begint de orde belangrijk te spelen. Is dat ik zo? East is belangrijk voor Jenne Wout? Ja. IJs is zo belangrijk, zodra er IJs leidt, dan zal iets dwarpje wat roen om in het wetten leidt. En zimmerdijs, ja, dan had iedereen zijn drokte met toeristen. Maar winterdijs, dan is het eigenlijk betrekkelijk rustig, want zoveel toeristen binnen het. Maar dat is dan toch de kans dat wij hier kloften meesten kunnen krijgen. En dan, ja, dan moet die IJs Club op zijn iepenst wijzen, op die erbij. Sjen dat de snier van het IJs komt. Sjen dat we bijvoorbeeld, want het is het organiseren van toertochten. Nou, dat. Nou, dichter bij de microfoon. Clear. Het organiseren van toertochten. Nou, daar krijg ik een stuk. Ja, bekendheid. Maar het is ik het mooiste dat zoveel mensen dan in het dorp komen. En trod die natuur rieden op reden ze. En ontdekken wat is het hier prachtig. En die komen dan simmerdijs wel weer om. Nou, en ik heb samen een paar duizend mensen krijgen. En dat is één ding. En de tweede, proberen altijd heel ken, de marathon, de 100 van Jenne Wout, hier naar Jenne Wout te krijgen. Dat is een natuurijsklassieker. Hè? De hartstikke Giethoorn, de hartstikke Ankeveen en Loosdrecht. Maar Jenne Wout, vroeger, Jeen Wester, de ja, belangrijke rieder in de 60er jaren al. En die heeft dat mij hierin hellen en wij moeten nou zwaarje dat we zodra het heel kennen dat we die marathon hierin hellen. Want moest je zien, dan haast meisjes 2 uren onafgebroken NOS-televisie. Nou, zoveel folders kan die hele VVV hier net verspreiden. Nee. Als wat dat zo'n meisje een PR oplevert voor het dorp. Ja, en je maakt geen ijsbaan, hè? Voor de duidelijkheid, hè? Want... Nee, dat is bijzonder. Dat, ja. Per Linto kregen we de prijs van het KNSB voor de meest actieve ijsclub. En werd bijzonder bijgenoemd een ijsclub zonder ijsbaan. Ja. En toch het meest actief van Friesland op dat moment. Ja, voor mensen die het net weten, waar rieden de meesten dan? Nou, Roenom Jenne Wout. Los van Orde Vingen. Ja, want Roenom Jenne Wout kerst rieden en werd we dus de laatste jaren erg op. Concentreerd hebben, is de orenkant richting Jan Dirkspolder. En dan hebben we 2 grote voordelen. Daar is een hele grote camping, maar een heel soort parkeerplak. Dus daar kan je een heel soort auto's kwijt. En daar is heel ondiep wetter. Dat is het oude laan, waar de boeren zeg maar een 15, 20 jaar lang gang binnen. En dat laan is onkocht tot Friese geer. Dat is onder wetter zetten. Dus je weet gewoon, daar is net jip. Dat vriest gauw dicht. En dat is vertrouwd. En wie twaalf alleen dat je een berg een ijsbaan heen, hè? Gewoon. Maar er wie er ook wat kritiek, hè? Dat je wat ja, rap in. Ja, ja, daar haast altijd te krijgen met officiële regels. En ja, die zeggen meten is weten. En wils dat wijs is, nee, je moet interpreteren. En als je zegt, ja, maar de regel is, je moet 12 centimeter ijs hebben voordat je er 2000 meesken oorheen riet. Dan zeg ik, nou, dat is onzin, want op de binplakken, daar stiert zo weinig wetter, dan kunnen we net eens 12 centimeter krijgen. Dus ja, daar hebben we wel eens wat meningsverschil over. Ja, maar we werken heel goed, Geer, met de ijswegencentrale en die moet het controleren. En die mij dan ik advies uit Jan, aan de gemeente, van jouw het evenementenvergunning, maar wol ou of net. Ja, maar het is ook een beetje een sport, denk ik, om als eerste een wedstrijd te organiseren, of een toertocht. Nou ja, een sport. Ik vind het, als ijsclub is het jouw plicht, ze huis de veronderstel, dat wij die toertocht of het rieden voor de meest kunnen organiseren. En als het kan, ijs en vis moet je nemen als het er is. Had je dat net dacht, dat ijs dat kan smelten en die vis die kan bedjeren. Ja, dat is heel mooi. Verwacht je er nou van, komende weekend? Ik ken er niks van zitten. Wij joggen elke keer weer naar de wat langere weersvoorspelling. En de komende 14 dagen zit het er net in. Ja. Nou, en dan moest ook eens dan zitten we al in februari. Ja. Maar Piet Paulus mag het zijn, heel februari kent nog komen. Dus ik ben geen specialist op dat gebied. Ah. Nou, allemaal, wat je betreft, kan het ook nog de winter voorbij, of net? Nee. Wie werkt je mij hangeer, dus wie hoop je zeker dat er een tocht komt? Ja, maar je wil ik gauw zien. Wanneer begin met de zon? Ja. De oefening, wanneer beginnen ze weer het wetter? Dat de oefening dat begint, als dat het iets uur de veert is, toen kan het wel. Maar ja, dat je een inleiding, dan kan je een overlonen gang. Nou, dat zal in april werd. Ja.
Oké, okay. En dan de wedstrijd niet binnen 2 weken en dan moet het er gebeuren, hè? Die 2 weken is het belangrijkste, absoluut. Ja. 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 Alleen maar de hooi is de eerste, denk ik. Bij het echt gebeuren, maar... Ja, dan meet dus in ieder geval mij alle oren verzeil. Maar in januari heb ik altijd nog even een tochtje. Dus dan heel voorzichtig kan je dan ook al even zien wat nodig door. Maar minder als plak draaien wil het mij dat hier net, hè? Dat ben jouw woorden. Ja, nee, ja. Je hebt niet gehoord wat ik zei. Je kampioen van worden. Wat zei je? Je kampioen van worden, toch? Dat is streven, absoluut. Want januari goed, is wel eens kampioen geweest. Ja. Ja, dus dat ken wel. Dit wordt een beetje lang lean, hè? 82 en 83 is het laatste. Ja. Dus dat is ik mijn oorskip, maar eerlijk zeggen. Ja. Ja, oké, okay, prima. Heren, we praten vast nog een keer weer. Ik wens je... Wat is het dat die IJsclub die is zo mooi, dat er zoveel vrijwilligers altijd altijd maar IJs leidt. Dan, Jennewaard heeft maar 300 mensen als inwenners. Dan ben ik al even bezig. Ja. Wat een keppel mensen dat er op het IJs actief binnen. Dat is heel bijzonder van zo'n liedstwarp. Ja. Wij hopen mij hem nog op een stevige winter. Okay, dankjewel. En dan komen we hem weer. Dankjewel. Hoi.